Hallo en welkom terug op Wat als hij is, uw favoriete YouTube-kanaal, nog steeds, jawel. Vandaag heb ik terug een aflevering van Formule 1 2019 Career Mode, ronde 13 in België, Spa-Francorchamps. Eerst en vooral wil ik beginnen met geweldig nieuws. De vorige aflevering was het de 12e race, en om de 4 races kan je, dat was ik al vergeten, om je contract onderhandelen. Ik had dat nog eens geprobeerd bij Mercedes, dat was toen grandioos mislukt. Gisteren dus heb ik dat nog eens geprobeerd. Heb ik niet meer kunnen opnemen omdat ik dat los vergeten was, dat je het contract kon onderhandelen na elke 4 races. Maar het prachtige nieuws is dat het gelukt is. Ik ben bij Mercedes, mijn nieuwe team. Pardon, second driver weliswaar, naast Lewis Hamilton. Maar ik ben zeer tevreden dat dat gelukt is, dus mijn nieuw team. Kijk eens aan, hier zien we het al, Jonas van Oog gaat naar Mercedes en Valtteri Bottas op mij een plaats bij Racing Point inpakken. Dat is het geweldige nieuws dus. Daar ben ik zeer tevreden mee. Deel 2 van het geweldige nieuws is prachtige practice sessions gereden. 4 programma's perfect uitgereden. En ook de kwalificaties gingen gisteren van een leien dakje, want ik ben zomaar niet eens eerst geëindigd. Dus ik denk dat het mijn eerste pole ooit wordt. Kijk eens aan, daar sta ik te schitteren. Mijn eerste pole ooit en hopelijk kan ik ook verzilveren. De Mercedes gaan ze heel stressen. Als ik na 4 races de doelstellingen niet of onvoldoende behaald heb, zal ik waarschijnlijk uitzien. Dus mijn doel voor de rest van het seizoen is enerzijds om bij Mercedes te blijven en anderzijds om het podium nog te eindigen. Dat is toch haalbaar, denk ik. Wereldkampioen worden is, gaat moeilijk worden. Ik sta een paar punten achter. Maar ik ga nog voor het podium vol een bak gaan. En dan het grotere doel is om volgend jaar echt met Mercedes te blijven en dan wereldkampioen te worden. Maar ik ben blij dat ze me aanvaard hebben, dat ik er ben. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Dus ja, hopelijk gaat dat lukken. Eerste race op Mercedes, ik ben best nerveus, het moet goed zijn. Ik kan me nog excuseren voor mijn voorrijd, dat was echt onwaarschijnlijk veel te veel flashback geruikt. Vuilige dingen, smerige dingen. Hopelijk kan dat vandaag veel beter gaan, dan ik vanop de poven trek. Ik heb een goede auto. Dus we gaan kijken wat het geeft. Ik ga natuurlijk maar voor 1 pitstop gaan. Dus hij moet volstaan en ik vertrouw op de race-strategie. Ziet er goed uit. Ik ga wel meer benzine meer pakken, want als ik veel eerstes rijd, ga ik wat meer verbruiken. Ik pak altijd voor een rondje extra mee. Zo. En ik ga vertrekken. Ik ben zeer benieuwd. Ik krijg nog altijd first person, het gaat me beter af, denk ik nu. En het is ook realistischer voor mij als voor jullie. Goeie start, denk ik. Ja. En de eerste bocht als eerst ingaan. Oké, pole verzilverd meteen. En gassen. 11 rondjes, we gaan kijken wat dat geeft. Ik probeer de flashbacks te beperken, maar als het echt nodig is, ga ik het natuurlijk nog gebruiken. Ik hoop op geen 1, dat zal denk ik een unicum misschien zijn. Nou, van het eerste te rijden is, je hebt op niemand DRS of slipstream. Merk Leclerc die... Oeh, die kort hier aangetikt. Door mijn eigen teammate nog... En dan tik ik hem zelf ook aan. Wat die verzever. Die moest daar echt niet meer voorkruipen naar mijn mening. Okay, we're through the start phase. Now let's build on it. Het is voor de eerste keer dat ik van voor start. Alleen van voor, ik heb wel goed gereden. Roer met Stroll, maar met Racing Point. Maar dit is de eerste keer dat ik met de toppers wil en kan meedoen. Het is echt een goede auto. Ik merk net het verschil gelijk in de kwalificatie. Ik hoop dat ik niet ga teleurstellen. Maar dat Hamilton me daar nog bij die chicane inhaalde, dat was een beetje onnodig en gevaarlijk ook. Oké, hij is first try, maar ik heb die pole verdiend genomen. Ik wou zeggen dat ik voor mijn eerste winst ooit ging gaan. Ik ga het nog steeds doen, maar het gaat moeilijk worden, want Vettel... Nee, het is Leclerc, gaat er als een speer van door daar. Mooie dive-bomb, duik ik meteen terug naar die tweede plaats. Goede bocht hier. Dan kunnen we op zoek gaan naar Leclerc. Hij gaat achter mij door mijn gevaarlijke dive-bomb van daarnet.
heb nu wel minder slipstream, maar dat niet vlak achter hem zit. Dus moet gewoon 6 bronnen 3 in het binnen de seconde proberen te plannen aan ik DRL van hem. Niet te veel praten, want ik maak al onnodige fouten die ik dan net niet maak bij de kwalificatie. Even concentreren, dit is belangrijk nu. De doelstelling die ik heb is om het als tweede met te kwalificeren. Hé, man. Wat doe je zelfs, man? Kun je me niet altijd inhalen, hè? Dat gaat niet. Ja, dit is een flashback die ik wel moet doen, want dat is totaal niet mijn fout. Je zit gewoon in mijn race verpesten al op voorhand. Doe je het normaal, dat is al een tweede keer. Ten eerste heb ik het nog voorgelaten, want nu rijd ik daar zelf wel, hoor. Doe je het normaal. Slechte exit hier, maar even van mijn melk, want die stomme Hamilton zit het helemaal te verpesten voor ons allebei, want die wil ik ook. Claire is nu al 2 seconden weg. En dat had helemaal niet gehoeven als mijn eerste manier aantikte en ik die flashback niet moest pakken. Alsjeblieft zeg. Het kan goed zijn dat door deze actie van Hamilton de zegen gaan vliegen is. Ik hoop van niet, 2 seconden is veel, maar als ik goed rijd is dat in orde. Maar wat ik kan zeggen, dus als tweede kwalificeren en ook als tweede eigen omdeel is dat er goed. Ja, dat is het geval, maar iemand, ik ga geen naam noemen, zit me altijd stokken in de wiel te steken. Oké, okay, kom er maar naast. Okay. Maar kijk, red dan toch door in die chicane. We've reached a worrying level of wear on the internal combustion engine. Let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts. Manneke sleep, echt waar. En de voorvleugel is nu ook al beschadigd dankzij stomme Hamilton. Daar krijg ik er dus echt van. Waarom doet hij dat zelfs? Hé, hij gaat niet op het rechte stuk, dat is allemaal heel leuk, maar... In een bocht geeft hem dan wel geen gas. Daar ben ik natuurlijk veel beter in. Echt super jammer. De tweede plaats misschien ook al gaan vliegen in zo'n stomme actie. En Vettel begint ook heel hoge druk te zetten op mij. Ik in de bocht, dan nader ik mooi. Issue with the control electronics box. That's going to do additional damage to all other power unit components. Oké, ik denk niet dat jullie de dingen te bevelen of de wat mijn mijn engineer zegt dat ook in mijn oor heeft dat jullie dat mee kunnen horen, maar ik heb blijkbaar problemen met mijn auto. Ik weet niet wat dat allemaal is in het Engels. Ik zou het niet kunnen zeggen. Hopelijk geen ernstige problemen. Oké. Okay. En toen ben ik genaderd, daar heb ik DRS op normaal gezet. Kleine slipper hier. Maar ik ben ook binnen een seconde, dus ik heb DRS. Is looking really bad. Keep engine temperature optimal or we'll risk losing it altogether. Oké, ik heb het nu wel staan. Engine wear is really bad, wordt er door mijn oor gezegd. Ik heb althans voor de race een onderdeel vervangen wat nodig was. Maar ik weet niet wat er nu kapot is. Ja, daar staan uitroeptekens naast. Hier ziet alles er oké uit. En hier is inderdaad iets dat rood ziet, dat is niet goed. Maar er was voor de race normaal geen problemen mee, dat is raar.
Hopelijk moet ik niet opgeven wegens probleem. Het zal jammer zijn. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Oei, en dan alles kapot. That was a big one. Confirm you're okay, please. Ja, ik weet niet of dat komt. Slecht ingestuurd of waar mijn voorvleugel heb ik een beetje schade. Dat kan het zou het ook kunnen komen natuurlijk. De eerste flash, nee, niet de eerste flashback, maar de eerste flashback die echt door mezelf komt. Kom al, en naderen op hem moeten. Top 3 is echt een must voor mij hier hoor. De eerste plek is al dan gaan vliegen normaal. Zij dan nog een stuurfout maken van ongeluk. Slechte exit. Hopelijk blij binnen secondes te hebben voor de rest te pakken. Pit window open. Let's box this lap. Ik ben blij dat ik deze onder binnen ga. Ik hoop niet dat Hamilton binnen gaat ook. Anders zal ik nog een rondje moeten doorrijden. Oké, mooi dan. Nu moet ik kunnen naderen. Hij heeft geen DRS, ik wel. En dit is veel te slecht, sorry. Ja. Ik ga moeten flashbacken. Alle tweede flashback door mijn eigen fout. Oh nee, maar kijk, ik pak een bocht altijd slecht of zo. Ja, echt de tweede echte crash die ik maak. Maar dat had ik moeten hebben opgegeven, maar gelukkig zijn er flashbacks. Ik weet het, niet leuk. Ik probeer dat ook te beperken. Oh nee, ik mag niet praten. Oh, ja. Ik ga even zwijgen terug, want dit was slecht. Ja, verloor ik te veel tijd. Oei, heb ik iets verloren van een vleugel? Ah, die is een meerschaal. Oké, ik ben benieuwd, mijn motor ziet er slecht uit daar. Oei, ik krijg een nieuwe vleugel. Tjuto, dat gaat mijn tijd kosten. En dan plaats ook waarschijnlijk. Tjuto. Dat is niet goed. 7 seconden op pitstop. Normaal duurt dat 2 seconden. Ik ben benieuwd, hopelijk is dat podium niet weg. Ik denk dat ik misschien bij het ingaan van de pitstop nog ergens ben tegenbotsen, want ik zag iets letterlijk wegvliegen. Dus ik mag echt geen botsing meer maken hier. Ik denk dat ik als enigste ben die zo vroeg een pitstop maakt. Daarom. Ik ben benieuwd. Nu is het gewoon goed rijden, ook al is er iemand voor mij. Ik vrees een beetje dat door de voorvleugel te vervangen. Mijn pitstop heeft daardoor langer geduurd en mijn derde plaats daardoor ook weg is.
ook benieuwd naar de strategie wat hij juist uitpakt, want en als eerste die zo weer op pit stopte. Ook even stoppen met praten omdat ik echt wel mijn tijd moet gebruiken nu om het gat toe te rijden met de voorgangers. Dus even concentratie nu. Okay, de motor gaat sowieso voor mij uitkomen, benieuwd naar de rest. There's 5 laps of fuel remaining. Hamilton zijn voorsprong is op mijn vergrootschap, dus die tweede plek gaat er zeker niet meer in zitten. Derde spreek ik niet, ik heb momenteel een moeilijk overzicht, een slecht overzicht van wat er allemaal gebeurd is. For the mediums, car behind on the medium tire. Geen rekening gehouden. Zal ik moeten flashbacken of niet? Klein dilemma. Ik ga het momenteel nog niet doen. Alright, so we've been looking at the damage and we think you should be okay to continue. It'll cost us a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. Our gap to the car in front is 5.0 seconds. Our gap behind is 2.2 seconds. Oké, ik heb net horen in mijn oor. Ik weet niet, dus niet of je dat kunnen horen, daarom dat ik het herhaal. Ik heb schade gemaakt met die botsing, maar het is erg, alleen niet zo erg, dus ik kan normaal uitrijden. Goeie bocht. En ja, plaats 4, dus inderdaad, plaats verloren. Plaats verloren met de pitstop. Hallo, Verstappen op de derde plaats tijd en niet ik. Jammer, hij zit ook ver voor mij, dus ik vrees ervoor dat ik hem nog ga kunnen inhalen. Hij rijdt wel op de hard, die zijn minder snel dan de medium normaal, maar ja. Zijn ballen gaan ook op het einde beter meegaan, minder rap verslijten. Leclerc's in first place. Slechte bocht, oh ja, ja. Oei, en hier moet ik nog eens flashbacken. Derde keer dat mijn eigen fout is. Nog altijd veel minder als voor in één, maar dat is eigenlijk nog te veel 3. Ja, ik kan er gewoon niks veel, niet veel aan doen. Ik ga nooit zo'n fout maken, tjie, toch? Dat is jammer. Oké, bijna 4 seconden op Verstappen. Dat is veel, dat is te veel waarschijnlijk.
Ik ben op zich wel blij van de race, maar het is ook wel een beetje stom, want ik ben van de eerste plaats vertrokken om dan vierde aan te komen. Dat is niet zo leuk. Ik hoop nog op een duel. Ik hoop nog wel op een duel tussen Verstappen en Hamilton. Als ik aan duelleren kan het misschien nog profiteren van de situatie waar ik veel reserve, want Hamilton rijdt ook een eindje ervoor. There's three laps of fuel remaining. The gap to the car ahead is 4.3 seconds. Oh, Verstappen vergroot ook zijn voorsprong hier. Dat is vooral die vierde plaats verdedigen. Mooie bocht hier. Die is ook goed verliefd. Oké, dit was een deftig rondje. Of tijd goed gemaakt op Verstappen, maar het gaat dus nog altijd 3 seconden en op 2 ronden tijd gaat dat niet meer lukken. Jammer, het is vooral een beetje ja. Deels mijn eigen fout van deze race, maar ook in het begin Hamilton die tot twee keer toe een zeer gevaarlijke poging deed om in te halen. En de tweede keer was het echt gewoon, ja, flashback moet gebruiken en daardoor was Leclerc weg. En de tweede fout was van mij, degelijk wel mijn schuld. Te veel schade gereden waardoor ik, ja, veel tijd in de pitstop verloor. Dat is gewoon het Verstappen, de derde plaats in pitten. We have 2 laps of fuel remaining. This is your final lap of the race. Zeg maar dat de race gedaan is niet, want ik nader echt wel dicht op Verstappen nu. 2,5 seconden was het gat nog maar. Ik heb er dus al 1,5 seconden afgereden, wat toch wel zeer goed is. Ik ben ook goed mooie rondjes aan het rijden de laatste 2. Jammer. Mijn doel podium halen is dus niet gelukt, jammer. Met de pole was dat echt wel een must eigenlijk. Maar ja. Slechte exit. Ai. Ik ga blijven doorrijden, het is toch de laatste ronde.
En Verstappen keek naderde wel mooi, maar en Inhalen was waarschijnlijk toch gegrepen. Ben ik nu echt wel de schade die net gereden heb? Oké, Bottas mag me echt niet meer inhalen. Dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren nog. Maar dan moet het weer even vuil rijden. Benzine mag er allemaal uit nu. Die motor staat echt wel in het rood, moet vervangen worden. Een kleine wind. En wij gaan jammer genoeg maar vierdes eindigen. Ik had er eerlijk gezegd meer van gehoopt, maar door Hamilton en mijn eigen fout is dit maar een vierde plaats gewonnen. Not good enough. Not good enough at all. Let's push harder next time, okay? Ja, ik kreeg er ook te horen dat het niet goed genoeg is. Volgende keer harder pushen. Maar ja, als mijn eigen teammate me een beetje in de vernieling rijdt, dat is het ook wel jammer eerlijk gezegd. En in de pitstop, ja, te veel tijd verloren omdat er een voorkeur vervangen moest worden. Jammer, zeker jammer. Ik had graag op het podium gestaan nog eens. De tour van Mercedes staat voor een tweede sterren, dat is ook niet gelukt. Jongens, kijk naar mijn beste rondje, want op een gegeven moment heb ik wel nog goed gereden. Let's see what effect this result has had on the driver's standings. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you jammer. Pick? En dan keer naar de standings kijken. Ik blijf staan en Verstappen naderde wat mij, omdat hij voor mij was geëindigd. En het doel van mij is om nog op het podium te raken. En dat is nog mogelijk. Leclerc heeft wel een hopelijke voorsprong. Maar is toch mogelijk in principe. Bottas met zijn nieuwe auto op de eerste tijd heel goed gedaan. Nou, eens kijken naar dat interview. Great workout there today. Let's have your thoughts. That was a good race for Lucas. Are you pleased to see him doing well? And a good work. Kan deze. How are you finding things at your new team? Are you settling in? Voilà, how much happier is toen hij die kreeg. You left a lot of paint on the walls today. Were you struggling for grip or did you just misjudge some corners? Great, well that's everything. Oké, ik ga het terug belaten. Bedankt om te kijken naar deze aflevering. Hopelijk zien jullie de volgende keer gewoon terug. Met een nieuwe video en dan gaan we het hopelijk wel op het podium kunnen geraken of kunnen winnen. Tot de volgende keer.